Er is iets gebeurd met een groep Surinamers van Chinese afkomst die opgeleid worden tot buitengewone agent van politie. En dat is bij delen van de samenleving, op delen van de samenleving, verkeerd overgekomen. En er zijn zeg maar beelden opgeroepen van ja, straks krijgen we dat er geschoten wordt door winkeliers op ons en bla bla bla. En zo en zo. Ik denk dat we als overheid een beetje voorzichtiger moeten zijn met dit soort initiatieven. Het instituut van de buitengewone agent van politie is, of de functie van buitengewone agent van politie is traditioneel altijd een functie geweest die gereserveerd was voor bijzondere opsporingsambtenaren, van douane, cipiers enzovoort. En we moeten die ontwikkeling waarbij we burgers stimuleren om individueel buitengewone agent van politieopleidingen te volgen en buitengewone agent van politie te worden, die moeten we ontmoedigen. Als mensen een vuurwapen nodig hebben voor hun eigen veiligheid, dan moeten ze gewoon een vuurwapenmachtiging aanvragen. Maar buitengewone agenten van politie moeten binnen een gedisciplineerde structuur functioneren, zodat je excessen gemakkelijker kan voorkomen. Want je krijgt bevoegdheden. Ja. Dus ja, dus mijn advies in deze is van verander die richting en zorg dat je, als het gaat om bescherming van haven en goed, dat je de weg van de aanvraag van een vuurwapenmachtiging opgaat. En dan kan je daaraan koppelen een speciale training, zodat misbruik zoveel mogelijk voorkomen wordt.